Let's go, laten we maar gewoon gaan proberen om Ryan te verslaan, jongens. Yo Nintendo fans en Pokémon trainers, welkom bij een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en ik zou het super leuk vinden als je even op die rode abonneerknop drukt hier beneden. We gaan weer verder met onze Fire Only Challenge, waarin we dus, het spreekt voor zich, alleen maar vuur Pokémon mogen gebruiken. Ik heb nu een hele mooie outfit. Ik heb een Fire Only outfit. Ik vind mijn outfit echt super dope, jongens. Ook dat petje erbij. I love it. En dan gaan we eens even kijken wat hier gaande is, jongens. Leon gaat natuurlijk de hele Galar-regio helpen door een wilde Dynamax-Pokémon te verslaan. Maar eerst komen we hier zo Hoppy tegen. En Hoppy die zegt, nou, dit is helemaal gestoord. Nou, we weten eigenlijk al wat er gebeurd is. In deze playthrough ga ik wat sneller door de game heen. Wil je mijn reguliere playthrough zien waarin ik alles laat zien? Kijk eventjes hieronder in de beschrijving of in een infokaartje of whatever. Of zoek gewoon even. Zoeken werkt meestal ook wel goed. In ieder geval, Leon heeft deze Meowth even verslagen. Oh nee, het was een Berserker. Het was helemaal geen Meowth. Wij moeten even achter Hoppy aan deze kant op richting Hammerlock Stadium. En dan moeten we nog even wat battletjes gaan doen hier zo. En dat geeft me wel even tijd voor de vraag van de dag. Jullie weten vast wel dat er DLC gaat komen voor Pokémon Sword and Shield. Hele toffe DLC met allemaal nieuwe Pokémon. Nieuwe vormen van oude Pokémon zitten er ook bij. En nou heb ik dus de legendarische vogels gezien in die trailer. Dat waren natuurlijk de Galarian, Articuno, Zapdos en Moltres. En mijn vraag van de dag is, welke van die drie vonden jullie nou het tofst? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik was nooit zo'n fan van Moltres. Ik vond Moltres altijd eigenlijk de minst leuke van die drie. Zapdos was mijn favoriete. Articuno vond ik ook heel goed. Maar Moltres, ja, ik weet niet. Die gebruikte ik nooit. Ik vond die ook niet zo tof. Ik vond het een beetje een gebraden kippetje. Maar nu, van de Galarian varianten, ik denk dat Moltres serieus mijn favoriet is van die drie, jongens. Ah, ik vind die zo mooi. Gewoon die zwarte vogel met die paarse-achtige vlammen overal. Ik ben echt verliefd geworden op die Moltres. Ik wil die gewoon echt hebben. Oh, ik kon natuurlijk ook een Flying-type move doen. Nou ja, ik heb nu Pyro Ball gedaan. Dat is sowieso mijn sterkste aanval. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, Passimian overleeft het niet, hoor. Nee, hij valt op zijn bakjes. We moeten wel even flink gaan trainen voor mijn gevoel, jongens. Want jullie weten misschien... strakjes, als wij dus Pokémon kampioen gaan proberen te worden, dan komen we Nessa nog een keer tegen. Nessa met haar water Pokémon. En Nessa is dan sterker dan ooit. En ik weet niet zo goed wat ik moet gaan doen als ik straks tegen Nessa moet. Wat we wel kunnen gaan doen eventueel, is richting de Wild Area gaan. We kunnen nu natuurlijk gewoon over het water fietsen. En in de Wild Area kunnen we Rotom vinden. We kunnen er dan een Electric en een Fire-type Rotom van maken. Die kunnen we dan misschien wel gebruiken tegen Nessa met Electric-type moves. Dat zie ik op zich wel zitten. Want dan heb ik in ieder geval een goede counter voor bij Nessa. Ik vind dat op zich wel een optie. Dus ik denk dat we dat misschien maar gewoon even moeten gaan proberen in deze aflevering. Laten we heel eventjes naar de Wild Area gaan om te kijken of we hier versterkingen voor ons team kunnen gaan vinden. Om een Rotom te vinden moet je in ieder geval naar de Lake of Outrage. Dat is helemaal aan de rechterkant. Je kan het helemaal niet zo goed zien. Maar in ieder geval moeten we dit meertje even oversteken. Deze kant op. Het is de eerste keer dat we hier zijn, jongens. Ik ben hier nog niet eerder geweest. We zien hier in ieder geval een Grapplock lopen. Ik pak even hier zo een Focus Sash op. Dan ga ik eens kijken wat hier allemaal loopt, jongens. We zien in ieder geval hier Glaceon. Afhankelijk van het weer loopt hier een Eeveelution. Er kan ook een Flareon lopen. Er kan ook een Jolteon lopen. En al die andere Eeveelutions kunnen hier ook lopen. Hier omheen liggen allemaal evolutiestenen altijd. Dus één keer in de zoveel tijd moet je even lekker hier gaan kijken. Je ziet het al. Ik heb een Waterstone, een Leafstone. Hier een Thunderstone. Misschien vinden we ook nog wel even een Firestone. Ja, kijk. Hoppakee. Firestone'tje. Duskstone. En dit is de laatste. Een Shiny Stone. Ik denk wel dat het het verkeerde weerstype is, jongens. Want ik zie hier dus nu allemaal water en ijs Pokémon, omdat het natuurlijk sneeuwt. Ik heb niet helemaal het gevoel dat we hier nu op het juiste moment komen. Ik kan wel even kijken wat hier in de bosjes beweegt. Dit is op dit moment, ja, een Snom. Dit is niet het goede beerstype. Dit is jammer. Kijk, hier schijnt de zon. Misschien dat we in Giant's Mirror een Heatmore kunnen gaan vinden. Dat zou ook wel lachen zijn. Al weet ik niet zo goed op welke plek die Heatmore dan moet komen. Dat moet dan denk ik in de plaats toch wel van Wilbo. Dan zou die hier ergens in dit stukje gras moeten gaan zitten. Volgens mij kan ik Heatmore op dit moment ook niet vinden. Volgens mij hebben we Intense Sun als weer nodig. Dus dan moet de zon echt keihard schijnen. Kijk, of dat ergens op dit moment is. Ja, kijk, dan moet dit plaatje erbij staan. Nou, dit heeft in ieder geval geen zin op dit moment. Dus laten we maar gewoon doorgaan met
met ons avontuur met de Pokémon die we op dit moment in ons teampie hebben. En dat zijn natuurlijk deze 6 Pokémon. En die zijn ook wel dikke prima hoor. Nou, dan moeten we Rayon even op gaan zoeken. Let's go, laten we maar gewoon gaan proberen om Rayon te verslaan, jongens. Oeh, de laatste badge gaan we nu op dit moment proberen te pakken bij Rayon. En dit wordt wel episch tegen draaktype Pokémon, jongens. En natuurlijk bij Rayon moeten we het in double battles doen. Althans, niet tegen Rayon zelf, maar wel tegen de rest van de trainers in deze gym. Het is eigenlijk geen gym, want dit is de toren waar we al zijn geweest met de historie van Galar. Ik heb alleen niet gekeken welke Pokémon als eerste in mijn team staan. Misschien had ik daar even van tevoren naar moeten kijken. Jongen, jongen. Nu moet ik het volgens mij doen met Arcanine, met Wilbo dus, en met... Wie was die andere ook alweer? Met Dionne. Oké. En Plipper, die gaat het ons wel moeilijk maken, ben ik bang. Oh nee, ik heb de verkeerde... Nee! Nee, oh man, ik heb verkeerd gedaan. Ik wou alles op Plipper gooien. Ik weet dat dit natuurlijk not very effective is, maar het is wel mijn sterkste aanval. En dat dacht ik, doe ik een Dragon Pulse eroverheen. Ook op Plipper, maar die heb ik per ongeluk nu op Sliggoo gericht. Die is natuurlijk wel super effective. Is een Dragon type move tegen een Dragon type Pokémon. Alleen hij doet nu Water Pulse. En ja, daarom wilde ik dus Plipper als eerste slopen. Oh, dit gaat nu al helemaal fout. Oké, de volgende. Chandler, Thomas. Ik wil nu eigenlijk eerst die Plipper gewoon kapot hebben. Dus ik ga weer voor Pyro Ball op Plipper. Oh, ik maak mezelf echt zo moeilijk. Kom op, Thomas doet Shadow Ball. Kan je alsjeblieft die Plipper kapot maken? Ja, oké, gelukkig. Maar goed, Sliggoo die kent natuurlijk ook een watertype move. Dus dat is helemaal niet relaxed. Bardo gaat ondertussen een leveltje omhoog. Cinderace krijgt nog een keer waterpuls op zijn bakkes. Ik hoef dus trouwens helemaal niet met Arcanine. Ik dacht dat ik dit met Arcanine moest doen. Maar nope, Ronald stond als eerste in mijn team. En Ronald doet Flame Charge en dat is nog niet genoeg. Hoop ik dat Shadow Ball wel gewoon genoeg is. Ik denk het wel. Dit moet wel genoeg zijn, jongens. Lekker, Thomas. Hoppakee. Nice. Ah, nu krijgt alleen Dionne geen XP. Dit vind ik echt heel zuur. Daar baal ik wel een beetje van eigenlijk. Want Dionne heeft juist een Dragon-type move. Oké, die eerste guy is down. Zouden mijn Pokémon tussendoor healen? Dat zou wel relaxed zijn, maar ik ben eigenlijk een klein beetje bang van niet. Oh, ja, nice. Ik kan zelf healen. Oké, een revive op Dionne. En dan een Hyper Potion op Ronald. En dan een Super Potion op Dionne. Dan ga ik Don even als eerste zetten en Dionne. Dus Colossal en Salazzle. Let's go. Battle nummer 2 tegen Camilla. Die gooit een Ninetales en een Turtonator. Oké, die gaat ook keihard fire only. Nice. Ja, dit is wel grappig. Dit vind ik wel geinig. En dan ga ik als eerste proberen om Ninetales uit te schakelen met de Dragon Pulse van Dionne en de Ancient Power van Don. Ja, oké, je Dragon Pulse, dat kan beter. Ninetales doet extra sensory. Oké, gelukkig op Don. Helemaal goed. Don die kan wel wat hebben. Don is sterk zo. Die heeft een dikke huid. Het gaat helemaal goed komen. Ninetales die overleeft het wel gewoon, jongens. Turtonator gaat voor Rock Tomb. Oké, die is ook super effective natuurlijk. Dan mag Don nu op Turtonator. En dan mag Dionne de Ninetales kapot gaan maken. Lekker Dionne. Hoppakee. Dragon Pulse die er bovenop. En hoppakee. Einde verhaal voor Ninetales. Lekker. Vuur tegen vuur, jongens. Dit is wel een geinig battletje. Turtonator gaat ondertussen lekker door met Rock Tomb. Alleen nu op Dionne. Go Don. Ancient Power op die Turtonator. Ik zou eigenlijk misschien ook wel gewoon een Turtonator heel graag in mijn team willen hebben. Ik vind dat toch wel een hele gave Pokémon. Maar zo te zien kunnen we hem toch wel hebben. Ik weet niet. Oké. Nu doet hij een Shell Trap. Volgens mij raak ik dan ook mezelf als ik hem aanval. Maar ik weet het niet 100% meer zeker. We hebben hem nu in ieder geval verslagen. Dus volgens mij telt dat dan niet meer. Dionne krijgt nog wat HP'tjes erbij. En dan hebben we de tweede trainer ook verslagen. Heerlijk. Don gaat dan level omhoog. Naar leveltje 48 ook alweer. En dan moeten we hier nog even één battletje doen. En dat is de tweelingzus van de chick waarmee we net gebatteld hebben volgens mij. En dat ga ik ook gewoon lekker rustig aan met Don en Dionne proberen. Ik bedoel, toch bijna dezelfde naam. Don, Dion, weet je? Bijna hetzelfde. Een Bommersnow en Hakamo. Oké, Ice en Dragon. Dat moet lukken. Dat moet kunnen, jongens. Een Bommersnow zorgt er wel voor dat het gaat hagelen. En dan ga ik eerst maar gewoon lekker Incinerate doen. Dat laat ik gewoon met beide Incinerate doen. Don en Dionne kennen allebei Incinerate en daarmee raken we dus allebei onze tegenstanders. Dat is vooral heel handig voor Bommersnow, want kijk, die is in één keer down. Ik had niet verwacht dat die in één keer down zou zijn. Ik dacht wel dat die iets meer zou kunnen hebben, maar goed. Dionne gaat hiermee wel weer een leveltje omhoog. En Hakamo doet Noble Roar. Die move die ken ik niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat dat is. Daarmee gaat mijn attack en mijn special attack naar beneden. Dan doet Don Incinerate en dat is niet zo heel erg, ja, doet niet zo heel veel pijn. Maar toch, we hebben hem al voor bijna de helft down. En dan krijgen we nu allemaal hagel op onze bakkes. Dan gaan we hem even overschakelen naar Ancient Power en natuurlijk naar Dragon Pulse. Dragon Pulse
was, is super effectief op Dragon-type Pokémon. Dus ik denk dat ik Dionne ook ga gebruiken strakjes tegen Ryan. En dat ik sowieso Dionne ook moet gaan Dynamaxen strakjes. Want die kan natuurlijk gewoon lekker een super effective moveje. En dat is volgens mij de enige die een super effective move kent tegen Dragon-type Pokémon. Nou Don, maak het maar af met Ancient Power. Hoppakee! Wilbo die loopt wel een klein beetje achter hoor. Zie je, Wilbo is nog maar level 44. Dat gaat nog niet zo hard. In ieder geval, Aria hebben we verslagen. En dan hebben we de gym challenge van Ryan ook gewoon gefixt. En nu kunnen we naar het gym stadium om daar de gym battle te gaan doen. Oké, jongens, mijn voorgevoel zegt dat ik hier echt een groot probleem ga hebben. Want volgens mij heeft Ryan niet alleen draken Pokémon, maar ook grond Pokémon. En grond tegen vuur, dat ga ik niet leuk vinden. Ik wil deze niet. Deze wordt ook knijtermoeilijk. Waarom heb ik voor vuur gekozen als challenge? Ik moet nu de 8e gym battle gaan halen tegen een trainer met grond Pokémon ook. En draak Pokémon. En vuur tegen draak is not very effective. En dan mag ik straks ook nog tegen Nessa, tegen water Pokémon. Volgens mij is dit serieus het moeilijkste type om deze challenge mee te doen, jongens. Oké, daar is die. Gymleader Ryan. Het zou mij benieuwen of dit gaat lukken, jongens. Gigalit en Flygon. Het zijn dus toch duo battles. Ik was dat gewoon helemaal vergeten, dat dit duo battles waren, jongens. Oké, Sandstream, ook dat nog. En inderdaad, Flygon is dus Ground and Dragon. En Gigalit is Rock. Misschien moet ik gewoon gelijk gaan proberen om te Dynamaxen ofzo. Laten we dit gewoon proberen. Oeh, wacht. Ik heb Bounce. Of moet ik toch Double Kick? Oh, ik weet het niet. Laat ik maar Bounce op Flygon proberen. Oh, ik weet echt niet of ik hier goed aan doe, jongens. Ik moet dit gewoon zo snel mogelijk fixen voordat iedereen dood is. Dat is een beetje een ding. En Ronald gaat bouncen. Dan gaat hij de lucht in. Volgens mij kan hij dan nu deze beurt niet geraakt worden. En dan doet Dionne Max Murmwind. En die doet hij op Flygon. Dat is super effective. Nee, en hij is bijna down. Oh, had ik nou toch maar gewoon een normale aanval gedaan op Flygon. Dan had ik Flygon al gesloopt. Oké, Flygon die raakt me niet. Flygon die raakt me wel, maar Flygon raakt Ronald niet. Oké. Gigalit doet Body Press. Dat werkt ook allemaal niet. We zijn wel allemaal geraakt door de Sandstorm. En nu ga ik gewoon Max Murmurin doen op Gigalit. Want ik ga er een beetje vanuit dat Ronald die Flygon wel sloopt. Dit moet wel gaan lukken door Ronald, toch? En ja, oké. Flygon is alvast weg. Dat is chill. Dat is Pokémon nummer 1 die we verslaan. Ronald is nog steeds full HP. Wilbo gaat nu naar level 45. En dat doe ik nu Max Murmurant op Gigalith. Ik verwacht niet, nee, dat is niet super effective. Dus we, ja, ik had niet verwacht dat we Gigalith zouden slopen ook nu. Zijn attack is wel naar beneden. De Shell Bell van Dionne hield Dionne een klein beetje. Gigalith doet Sand Tomp. Ja, dat doet natuurlijk wel heel erg veel pijn. Oh, ik ben ook allemaal trapped en Sandstorm, weet ik veel wat allemaal. Ik word door alles geraakt. Het is niet normaal dit. En nu, Sandaconda. Een Ground-type Pokémon. Laten we maar gewoon proberen om die Gigalith in ieder geval uit te schakelen. Ik ga volledig op Gigalith. Ik doe Double Kick, wat wel super effective is op die Pokémon. Double Kick is alleen geen hele sterke aanval. Het is net wel of net niet, denk ik dit. Net wel of net niet. Kom op, Dionne. Fuck die Gigalith. Net niet. Deze battle, jongens. Deze battle. De Shell Bell hield in ieder geval weer een heel klein beetje, maar niet zo heel veel. Sandaconda doet Earth Power. Ja, dan is het klaar voor Dionne. Dat had ik ook wel verwacht. En Gigalith doet Stealth Rock. Oh nee. En dat gaat mij ook super veel pijn doen, die Stealth Rock. Want ik ben een Fire-type Pokémon. Al mijn Pokémon zijn Fire-type Pokémon. Dus als ik nu een Pokémon de battle ingooi, dan doet dat gewoon een hoop pijn. Ik ga het even proberen met Thomas, jongens. Even kijken of Thomas iets kan doen. Onze Chandelure. Ik ga in ieder geval een Will-O-Wisp op Sandaconda gooien. Dan raakt hij in ieder geval verbrand. En ondertussen ga ik Gigalith uitschakelen met Ronald. Hier hebben we geen last meer van. Nice. Die is ook gewoon niet meer aan de beurt. Super handig. Tweede Pokémon is down, jongens. Oké, dan. Gigalith is weg. En Thomas gaat een leveltje omhoog. Dat is lekker als ik hem net de battle ingooi. Dan gaat Thomas Will-O-Wisp doen om gewoon die Sandaconda even te burnen. Dus dat is lekker. En dan gaat Sandaconda Glare doen. Oké, dat vind ik volgens mij niet zo heel erg. Oké, ja, toch wel. Ik ben paralyzed. Dat is wel minder. En dan krijgen we nu een Duraludon. En die gaat hij natuurlijk Dynamaxen. Ja hoor. Duraludon is wel een Steel-type Pokémon. Laten we dan maar eerst proberen om Sandaconda misschien uit te schakelen. Dat doe ik met Hex. Omdat Hex doet meer damage op een Pokémon die een status condition heeft. En Sandaconda is natuurlijk burned. Ja, en voor de rest moet ik denk ik maar gewoon double kicken op Sandaconda of zo. Ik weet het anders ook niet, jongens. In ieder geval gaat Ryan natuurlijk Dynamaxen. Dynamax Duraludon. Oh, snap. Daar gaan we. Duraludon. Oké, ik hoop dat ik dit red. Duraludon is wel steel. En dat is voordelig. Want dan kan ik in ieder geval iets van damage doen waarschijnlijk tegen Duraludon. Maar we moeten het natuurlijk wel volhouden. Ronald doet double kick op Sandaconda. Ja, dit is toch niet echt heel erg optimaal. Misschien had ik toch maar gewoon voor die Pyro Ball move moeten gaan. Oh,
Nee. Hij is sneller. Op Chandler ook echt. Nee, waarom op Chandler, man? Ah, hier baal ik van. Oké, de zandstorm is in ieder geval nu weg. Ronald is wel paralyzed. Zendikonda is langzaam kapot aan het gaan. Ik denk dat Wilbo misschien nog wel goed is in een 1v1 tegen Duraludon. Omdat Wilbo Dick kent. Dus ik kies nu eventjes voor Bardo dan maar. Oh man, ik ben ook echt voor de helft al dood, hè, met Bardo nu. Doe maar gewoon Bugbite op Zendikonda. En laat ik maar gewoon een Pyro Ball doen, denk ik, op Duraludon dan of zo. Hij doet Max Rockfall. Op wie doe je Max Rockfall? Oh, deze is veel te sterk, man. Dit kan ik niet overleven, joh. Die Max Rockfall en die Stealth Rocks. Dat is echt niet te doen. Die Stealth Rocks sloopt gewoon de Pokémon voor de helft. Gelukkig kon ik wel aanvallen op Duraludon nu. Don is de volgende, denk ik. Ik ben benieuwd hoeveel damage Don krijgt van die Stealth Rock. Die is natuurlijk zelf ook een Rock-type. Dus oké, dit valt mee. Ik doe Incinerate met Don, omdat ik dan tenminste iets ga raken. En dan een Pyro Ball op Duraludon. Ik hoop dat dit allemaal lukt. Ik hoop dat Max Rockfall mij niet in één keer kapot maakt. Nu, kom op, Don, overleef het. Lekker. Don overleeft in ieder geval de eerste klap. Nou ben ik benieuwd of dit goed gaat. Pyro Ball Duraludon is bijna down. Wat gaat Zendikonda doen? Earth Power, nee! Nee, die sloopt Don. Dan moet ik nu Wilbo eruit gooien. Maar ik denk dat Don gewoon wel een verstandige keuze is om te houden. Dus misschien dat ik even een Max Revive ga geven strakjes aan Don. Ik heb 2 Max Revives. Dat is chill. Maar misschien moet ik voor de zekerheid Wilbo inderdaad wel aan laten vallen nu. Wilbo even een flamethrower laten doen op Duraludon. Want Wilbo is namelijk niet paralyzed. Het enige wat ik hoop is dat Wilbo een beetje snel is, jongens. Max Revive op Don. Dit is een super, super, super spannende battle. Hij doet Stone Edge op Ronald. En Ronald is kapot. Nee. Wilbo doet flamethrower. Ja. Duraludon is down. Lekker. Ja. Nice. Duraludon is down. Oké dan. Nu hebben we alleen nog te maken met de Zendikonda. En ik heb nog 2 Pokémon over. Hij doet glare. Dat mag hij gewoon doen van mij. Hij mag gaan glaren. Dat gaat op zich gaat dat redelijk. Oké. Zendikonda. Nog steeds geburnt door Thomas natuurlijk. En dan komt nu Don erin. Don heeft een Rocky helmet. Dus als Zendikonda mij fysiek aanvalt, dan krijgt Zendikonda sowieso pijn. Ik denk dat Dick een beetje te risicovol is. Laat ik gaan voor Crunch op Zendikonda. En Don, jij mag gaan voor Heat Crash, jongens. Oké. Dit moet hem zijn. Ik moet nu een klein beetje geluk hebben. Earth Power gaat natuurlijk wel pijn doen op Don. Hij overleeft het wel gewoon, want hij heeft super goede defense. Wij doen Heat Crash op Zendikonda. Gaan we dit redden? Oh! Ja, Wilbo doet Crunch! Wilbo doet Crunch en dat betekent dat het over en uit is voor Zendikonda. Ja! En dan hebben we deze toch wel heel erg moeilijke gym battle. Toch gewoon in één keer gehaald. Dit was close, dit was moeilijk. Maar het is gelukt. En iedere Pokémon hier in dit lijstje heeft zijn aandeel gehad. Alleen Bardo is in één keer gesloopt. Voor de rest hebben ze allemaal wat gedaan. Ik heb ze allemaal nodig gehad. Ik ben trots op jullie team. Lekker hoor. En dat was hem voor Ryan. 8e badge in de pocket. Ook Ryan en ik schudden de handen. En daar is hij. De 8e badge die dit ding compleet maakt. En nu is het tijd voor de Champions Cup. Dat was hem, de aflevering van vandaag, waarin we de 8e badge hebben gepakt. Het was super moeizaam, maar ik ben super trots op mijn team dat we het hebben gered, jongens. Even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mij ook live zien gamen, volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!